Een spannende dag voor een hoop zeilers. Compleet tegengesteld aan de donderdag met weinig wind die we hadden. Vandaag staat er een stijve bries. Het is spannend. Er moeten wedstrijden gevaren worden. En vandaag aan het eind van de dag moet de splitsing naar gold en zilver gemaakt worden. Belangrijke dag dus. Zijn er toch de nodige binnengebleven? Ja, volgens mij wel. Het waren er hier maar 14. Terwijl het 21 hadden moeten zijn. Er is ook een groot verschil in hoe de boten vandaag gevaren worden. Meer golfslag op de meer. Met de kop op de golven terechtkomen is dus veel meer boem stil liggen. Het is dus zaak om te zorgen dat de boot zijn snelheid houdt bij alle manoeuvres die je maakt, bij het zetten van de spinnaker, bij het overstag gaan, het juiste moment kiezen en ook vooral rekening houden met de zuiging van de regenboog. Regenboog is een zwaar schip met een behoorlijke waterverplaatsing en de vorm van de romp. Dat alles bij elkaar heeft tot gevolg wanneer die regenboog op één oor komt met een behoorlijke wind, dat een gigantisch zuigende golf ontstaat. Kom je daar als andere deelnemer in terecht, ja, dan kun je toch wel een rare pijp roken. Dan krijg je echt van die momenten dat je compleet stil kan liggen door de hekgolf van een ander. Er zal met veel wind beduidend minder overstag gegaan worden. De tactiek is dus ook anders. Zorg dat je boot blijft lopen. Zorg dat je zelf kan kiezen welke slagen je maakt. En dan is het een kwestie van gaan. Er wordt benedenwinds gestart. Er wordt dan een kruisrak gevaren naar een gate aan de bovenkant van de baan, waarbij de deelnemers vrij zijn om bakboord of stuurboord de gate te passeren. Ze varen dan voor de wind naar beneden en ook daar is de keuze in de gate om bakboord of stuurboord te ronden. Stuurman is in de regenboog ook echt een stuurman. Hij stuurt. De middenman die zorgt voor het benieden van de grootschoot. En vaak pakt hij dan ook wel de fokkenschoot er nog bij. En de voorste, de derde man, die is voor de spinnaker. Vaak de jongste of de lichtste of de behendigste. En die klimt dus het voordek op om de spinnakerboom te zetten. Op dat moment zal de middenman de schoten van de spinnaker bedienen. En de stuurman doet zijn naam eer aan. Hij is de stuurman. We zullen in de regenboog ook zelden zien dat de stuurman echt buiten boord hangt. Hij wil nog wel eens op het dek gaan zitten als dat echt noodzakelijk is. Maar meestal bevindt hij zich binnenboord en zit in de kuip. Het voordeel hierbij is dat hij echt wel behoorlijk macht over die helmstok houdt. 150. Zolang er geen spinnaker op een regenboog gezet is, terwijl ze wel het voor de wind rap ingaan, dan zie je dat een enorme druk in dat grootzeil komt en het schip dus ook vervaarlijk kan gaan slingeren. Van bakboord naar stuurboord. En dat zijn geen leuke zwaaien die je dan maakt. Probeer zo gauw mogelijk de spinnaker erop te zetten en dat brengt stabiliteit terug op de boot. Hier zie je heel duidelijk. Die voorste man die hangt onmiddellijk buiten boord. Die middenman die werkt zich nog aardig in het zweet om schoten aan te halen. En de stuurman, hij stuurt.
Hij stuurt overigens wel met akelige precisie. Ook bij een gijp zie je dat de stuurman stuurt en dat de middenman de grootschoot aanhaalt. Bij de bovenboei, de bovengate, zie je dat het water ook beduidend rustiger is dan beneden bij het startgebied. Het startgebied bevindt zich zo ver mogelijk onder in de baan en de bovenboeien, de bovengate, bevindt zich boven in de baan, meer in de luwt. Je ziet die geweldige golf ontstaan omdat ze de boot niet recht houden. Het zetten van zeil op dat moment is belangrijker dan om de boot helemaal plat te houden. Ja, of het belangrijker is, het is een afweging die je maakt. Ja, hij kiest voor bakboordronden. Over het algemeen zag je hier op deze wedstrijden met de heersende wind dat er toch wel een tendens is dat de noordwal van de Alkmaardermeer wat trekkend voor de wind is. Waardoor ze over het algemeen graag op stuurboord voor de wind naar beneden zeilen. Een wedstrijdleider is pas blij als die boten zowel over stuurboord als over bakboord ongeveer gelijk verdeeld naar beneden ziet komen zeilen. En hij is helemaal gelukkig wanneer net zoveel boten de bakboord als de stuurboord boei van de gate ronden. Spinnakers zijn nog steeds traditioneel gekleurde, wat men vroeger zei, ballonfokken. Alleen moderne technieken maken het ook mogelijk dat allerlei mooie prints uitgebeeld kunnen worden. Hier zie je onder in de baan dat de golfslag beduidend onrustiger is, het water ruwer is en hier zal dus de manier van sturen ten opzichte van de golven belangrijker zijn. Is weer bovenin, heb je vrij vlak water. Hoe vlakker je de boot vaart, hoe groter zijn snelheid is. Zeilers hebben onmiddellijk door wanneer de wind een heel klein beetje begint te trekken. Het zij de ene kant op, het zij de andere kant op. Het vertaalt zich onmiddellijk in de keuze van de zeilers of ze de bakboord of de stuurboordboei van de Inderwindse gate kiezen. De 150. De 17. Dit is de boot die heet Oranje. De boot is geschonken aan onze kroonprins Willem-Alexander. De boot wordt gevaren en beheerd door de Regenboogclub. Het Koninklijk Huis houdt geen bijzondere band
van oh, hoe gaat het met de boot, wie vaart erin en wat gebeurt erin. Het is gewoon een boot in het veld. Regenbogen met lage nummers, gebouwd allen in de vorige eeuw, waarvan de eerste, de regenbogen 1, die zou dus gebouwd zijn in 1917. Als we vandaag de dag boten met lage nummers tegenkomen, dan is daar heel veel nieuw aan. Vaak kiel en zaadhout zijn nog wel uit die tijd, maar gelukkig zijn veel oude schepen uit loodsen vandaan gekomen en totaal vernieuwd. Aangepast aan deze tijd en alleen hoge nummers als 150 zijn recent van bouw. Maar je ziet dat ook hoge nummers en lage nummers, dat ze beide heel goed in het veld mee kunnen en dat de schepen nauwelijks meer van elkaar verschillen. Het is echt de bedoeling dat de kwaliteit van de bemanning en van de zeiler, de kennis van zaken, de vaardigheid van de zeiler, dat die het verschil maken, die kampioen wordt. Kijk, daar zien we zo'n oude boot van 5, die in een bakboord-stuurboord situatie. Het over bakboord zeilende schip heeft, mogen we zeggen, het recht van de weg. Eist dat ook volledig op. De vraag is natuurlijk of het stuurboordjacht er niet verstandig aan gedaan had iets eerder de situatie te onderkennen, overstag te gaan, zijn eigen keuze om zijn snelheid te houden. Bij al deze schepen twee man hangen, stuurman sturen. En mocht de wind het schip pakken en het schip niet vlak kunnen varen, dan zien we die enorme zuigende golf vanaf de kiel ontstaan. Een bedankje aan het comité. Een kleine hand opsteken. Een oud gebaar kan worden nog steeds zeer op prijs gesteld. Zijstag die brak, het kruisrak bij windkracht 6. We gingen nog als eerste rond de onderboei. maar het waaide natuurlijk behoorlijk hard. Ik denk dat gemiddeld stond er 19 knopen, maar er waren uitschieters naar boven de 25 knopen. Dat was eigenlijk een prachtig zeil hier. Dus het was een hele mooie wedstrijd. En we horen ineens een knal. En dat was natuurlijk mis. Dus ik denk, zijstag gebroken, mast gaat overboord, maar die mast bleef gelukkig staan. Dus ik kon gelijk mijn schoot losgooien en afvallen, om druk kwijt te raken uit de zeilen. En toen was natuurlijk de race over. Het belangrijkste toen was zorgen dat de mast blijft staan.